De geloofsbelijdenis gaat verder, maar eerst zullen we beginnen met het maken van het kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Deze keer staan we stil bij de woorden die nedergedaald is ter helle. Dit is het vierde geloofsartikel, dus het is een eigenstandig artikel van de 12. Als we het geheel van de geloofsbelijdenis overzien, dan begint dat met God de Vader als schepper, dan een lang gedeelte over God de Zoon, uiteindelijk over God de Heilige Geest, die werkt doorheen de kerk, met de vergeving, met de verrijzenis van ons lichaam, om ons binnen te leiden in het eeuwig leven. En het lange gedeelte over de Zoon vertelt over de menswording en het lijden, het sterven en dus ook over de nederdaling ter helle. Het is de beweging, laten we zeggen, van de hemel uit naar de aarde, op de aarde het lijden in het lijden de dood in en in de dood de hel in. En als we dan verder gaan met te belijden dat hij verrezen is, dan begint de beweging terug vanuit de hel, langs de verrijzenis, langs de hemelvaart, terug naar de rechterhand van de Vader, waar de Zoon vandaan kwam. En zo de tijd overbruggend tot zijn wederkomst en het eindoordeel. Nu, als we de korte geloofsbelijdenis dus bidden, bij de Rozenkrans bijvoorbeeld, of in de mis, of anderszins, is het eigenlijk mooi om telkens weer zo die beweging daarin te horen. Van de hemel uit naar de aarde, met de aarde, het lijden in, het lijden naar de dood naar de hel, nedergedaald is ter helle, en dan de derde dag verrezen uit de doden opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Die nedergedaald is ter hellen. Jezus deelt niet alleen in het lijden en het doodgaan, maar ook in het dood zijn. Dit artikel, dat overigens later is toegevoegd aan de geloofsbelijdenis, wil vooral benadrukken dat de Heer echt dood was, dus ook in het dodenrijk was. Het benadrukt niet alleen het doodgaan, het sterven van Jezus, maar ook zijn dood zijn, ook dat heeft hij gedeeld. En wellicht denken we aan het woord van Nietzsche, dat bekende woord waarin hij zegt, God is dood, wij hebben hem gedood. In zekere zin is dat hier gebeurd. Natuurlijk is God in zijn God zijn niet gedood, maar de persoon Jezus Christus, God en mens, is in zijn mens zijn wel degelijk gestorven, heeft hij het dood zijn ondergaan, maar zijn mens zijn is niet meer los te zien van zijn God zijn. Een geloofsartikel dat relatief laat is toegevoegd. Het was voorheen wel bekend her en der, maar in de eerste versie van de apostolische geloofsbelijdenis stond het niet. Toch is het eraan toegevoegd. Waarom is dat gebeurd? En wat is er precies gebeurd als we zeggen die nedergedaald is ter helle? Ten eerste wordt er gezegd dat de Heer dus werkelijk het lijden heeft meegemaakt. Het uitzichtloze na de dood, zoals dat in de psalmen wordt bezongen. Uitzichtloos. In de lange tijd van het Oude Testament was er nog geen doorzicht op wat er na de dood zou zijn. Was er nog niet het perspectief van een hemel of een eeuwig leven bij God. Nu, ook dit heeft Jezus door willen maken, dit uitzichtsloze, om zo dit ook in plaats van ons te gaan dragen en uitzicht te geven.
Ter helle is de Gehenna, de wachtkamer van de zielen, die voor Christus komst zijn gestorven. In de brief van Paulus aan de Efeziërs wordt er in zekere zin toespeling op gemaakt. Hij, de zoon die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen. De neerdaling is meer dan alleen maar de neerdaling in de mensenwording. Petrus op twee plaatsen in zijn eerste brief verwijst naar deze gebeurtenis. Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest. Zo ging hij heen en predikte voor de geesten in de kerken, die eertijds in de dagen dat Noach de ark bouwde, weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn langmoedigheid geduld oefende. Dit is geen gemakkelijke tekst van Petrus en de commentaren vullen boekdelen. Maar wat duidelijk is, is dat hij voor de geesten in de kerker heeft gepredikt, in de wachtkamer, in de Gehenna, en dat dit de geesten zijn, niet van de rechtvaardigen alleen, maar ook van de weerspannigen, die niet gehoor hebben gegeven aan de oproep van Noach om zich voor te bereiden op wat zou komen. Maar de Heer heeft ook hier gepreekt, omdat God langmoedig en geduldig is. En dan Petrus 4, vers 6, daarom is ook aan de gestorvenen het evangelie verkondigd, opdat zij, hoewel als mensen naar het vlees veroordeeld, voor God zouden leven door de geest. Aan de gestorvenen is ook het evangelie verkondigd, opdat ze zouden leven. Het evangelie is er om leven te geven, om de mensen te verlossen. Dus Sheol, Gehenna, de wachtkamer, het delen in de dood zijn. Maar de Heer zelf lijkt te suggereren dat het nog meer is dan dit. Dat de hel waar het hier over gaat ook werkelijk die plek van de eeuwige verwerping is. Waar hij plaatsvervangend voor ons verbleef. Want hij verwijst naar Jona. Matthäus 12, 39, 40. Jezus gaf hem ten antwoord, een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan dat van de profeet Jona. Zoals namelijk Jona 3 dagen en 3 nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten verblijven in de schoot van de aarde. Nu, die 3 dagen en die 3 nachten in de buik van de zeemonster, Jezus neemt die over om te voorzeggen dat hij zelf na zijn dood 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde zijn lichaam zal begraven zijn. Maar als we even terugnemen waarom Jona in de buik van een zeemonster belandt. Hij is op een schip. Hij vlucht weg voor het plan van God. Hij is op de vlucht voor God. En de boot waarop hij verblijft komt in een storm terecht en dreigt ten onder te gaan. En de andere mensen aan boord weten niet wat er aan de hand is. Maar dan biedt Jona zichzelf aan om overboord gegooid te worden. Want hij weet dat deze storm rond de boot van Gods wegen is, omdat hij weggevlucht is van het plan van God. Hij biedt zich dus aan, opdat de andere opvarenden behouden blijven. Dat is plaatsvervangend. En Jona wordt inderdaad de zee ingegooid. Daar wordt hij opgeslokt door het zeemonster, die hem na 3 dagen uitspuwt, zodat hij aan land kan komen en alsnog de opdracht van God kan vervullen. Nu als de Heer een toespeling maakt op die situatie van Jona,
legt hij daarin in zekere zin ook dat zijn verblijf 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde plaatsvervangend is. Jezus die nedergedaald is ter helle, opdat hij, net zoals hij in het kruis onze plek heeft, aan het kruis onze plek heeft aangenomen, door de zonde op zich te nemen, de zondestraf in zich op te nemen, zo is hij nu ook bereid onze plaats in de hel in te nemen, opdat er voor ons nog een mogelijkheid zal zijn om daar niet te belanden. En die mogelijkheid is de loutering die geboden wordt na ons sterven. Het vage vuur, het purgatorium. Zodat achter die belijdenis nedergedaald ter helle, we dus ook al kunnen kijken naar het feit dat de Heer ons het geschenk heeft gegeven van het vage vuur. Dat is werkelijk een geschenk van zijn barmhartigheid, van zijn blijk dat hij niet wil dat ook maar iemand verloren gaat, dat hij tot het uiterste toe gegaan is om dit te voorkomen. De mens die sterft, die te slecht is voor de hemel, maar te goed voor de hel, en dan is er die mogelijkheid van de zuivering. Alle onliefde, alle onheiligheid, alle onwil, al het nog niet helemaal een hart hebben als dat van Maria wordt daar weggezuiverd. Nedergedaald ter helle spreekt dus wel degelijk over de realiteit van de hel, maar dat de Heer er van zijn kant alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat iemand daarin is, maar hij zal dan nooit de grens van de vrije wil overtreden. Als er mensen in de hel komen, dan is dat hun eigen volhardende keuze, niet die van God. Maar om dit zoveel mogelijk te voorkomen, is er dan ook die mogelijkheid van de loutering, die bij grote zondaars enorm lang kan zijn, maar die toch uiteindelijk zal leiden naar een zozeer gezuiverd zijn, dat ze de hemel kunnen binnengaan. Nedergedaald ter helle wil ook zeggen dat de Heer gedeeld heeft in alle duisternis die er maar denkbaar is. In feite wordt hier nogmaals bekrachtigd dat hij dit doormaakt. Dit maakt hij natuurlijk al mee tijdens zijn leven, in zijn lijden, in het kruisdragen, in het lijden aan het kruis, in de verlatenheid die hij voelt van zijn vader. Dat is de helervaring, zoals mensen die op een ander vlak, maar naar menselijke maatstaf, heel intens kunnen beleven en ondergaan. De helervaringen van mensen, Auschwitz is daar eigenlijk het begrip voor, wat weergeeft hoe verschrikkelijk dit kan zijn. Maar met het nederdalen ter helle wordt in feite nogmaals herinnerd aan het feit dat de Heer dit zelf allemaal heeft doorgemaakt en dat hij daarom ook daar aanwezig is. Of anders gezegd, juist ook daar aanwezig is. Die nedergedaald is ter helle is dus een geloofsbelijdenis dat de Heer werkelijk dood was, dat hij het uitzichtsloze van de dood heeft willen ondergaan om het van ons weg te nemen, dat hij de hel heeft geproefd om ons daarvan te vrijwaren, dat hij de meest vreselijke ervaring die mensen die hier kunnen hebben zelf al doorleden heeft om daarin aanwezig te zijn. En plaatsvervangend voor ons dit alles doorstaan, om een weg vrij te maken langs zijn verrijzenis naar de hemel. Een artikel in de geloofsbelijdenis, wat dus later erbij geplaatst is,
dan in die vierde eeuw. En tegelijkertijd een geloofsartikel waar de ontvouwing nog verder van mogelijk is, om de betekenis ervan nog verder te doorgronden. Denken we bijvoorbeeld aan de ervaringen van Adrienne hierover en haar verwoordingen hiervan, die zo indringend zijn dat ze zeker de moeite waard zijn om ze goed te bestuderen en te onderzoeken wat hier in feite in gezegd wordt. Hoe eigenlijk ten diepste daarin wordt gezegd dat de kenosis, de ontlediging van God de Zoon, tot het uiterste toe is gegaan. Tot het uiterst denkbare, maar zelfs tot in het ondenkbare toe is gegaan. En daarom is Stille Zaterdag nog geen voorpasen, maar werkelijk de dag waarop we stilstaan bij het feit dat God de Zoon dood is. Thomas van Aquino in zijn commentaar op het Credo zegt: Christus daalde af in de onderwereld voor ons heil. En ook wij moeten er dikwijls op bedacht zijn daarin af te dalen. Een wonderlijke uitspraak. Maar hij lijkt eigenlijk te zeggen dat we, als we dit geloofsbelijdenis, dit geloofsartikel belijden, dat we werkelijk proberen mee te gaan met de Heer in deze gang naar beneden. Om zo van daaruit ook met zijn verrijzenis de gang naar boven te kunnen volgen. Ik sluit af met een mooie tekst over dit artikel van de geloofsbelijdenis van Hans Urs van Balthasar uit zijn boek over het Credo. Nedergedaald ter helle, vanzelfsprekend, want de dood wordt gevolgd door de onderwereld, Openbaringen 6 vers 8. Van de troosteloosheid van deze onderwereld geven de psalmen ons een realistisch beeld. Als een menselijk dode daalde de Zoon af naar de doden. En niet om als een triomfantelijk levende met een paasvaandel, zoals de Oosterse iconen hem afbeelden, doordat zij de verrijzenis reeds vooraf projecteren op Stille Zaterdag. Het is door de kerk verboden op deze dag Halleluja te zingen. En toch is er een onderscheid tussen de nieuwe doden en alle anderen. Hij is louter gestorven uit liefde, uit God menselijke liefde. Zijn dood was de hoogste daad van zijn liefde. En liefde is het meest levende van al wat bestaat. Zo is ook zijn werkelijk dood zijn, en dit betekent het verlies van ieder contact met God, de Vader en met de medemens, ook dit leest men in de psalmen. Zo is ook zijn werkelijk dood zijn een daad van zijn meest levende liefde. Hier in de uiterste eenzaamheid wordt ze aan de doden gepredikt, meer nog meegedeeld. 1 Petrus 3 vers 19. De heilstaat van het kruis gold beslist niet alleen de levenden, maar sluit ook alle in die ervoor of erna gestorven zijn. Sinds onze Heer stierf uit liefde, heeft de dood een totaal andere betekenis gekregen. Zij kan voor ons de uitdrukking van onze zuiverste en meest levende liefde worden, wanneer wij haar aanvaarden als een gelegenheid die ons geboden wordt, om ons zonder enig voorbehoud in Gods handen over te geven. Dan betekent ze genoegdoening, niet alleen voor al onze nalatigheden, maar daarenboven verwerven we door haar voor anderen de genade om van hun egoïsme af te zien en de liefde te kiezen als de meest innerlijke houding. Vanaf Stille Zaterdag wordt de dood loutering.
Op deze dag ontsloot de dode Heer een weg vanuit de eeuwige verlorenheid naar de hemel. Het vuur dat de doden loutert, zodat zij ontvankelijk worden voor de liefde. In het oude verbond bestond dit niet. Voor alle was er slechts de Sheol, de plaats van het dood zijn. Door naar deze plaats af te dalen, heeft Christus de toegang tot de Vader vrijgemaakt. We zullen afsluiten met het maken van het kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.